Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Greet. Comment ça va? Dat is de meest cliché-vraag die er natuurlijk is. En die wordt altijd beleefd beantwoord met goed. En als het dan niet goed is, kan het awkward worden natuurlijk. Maar goed, dat is weer iets anders. Nu, woensdag hebben wij een workshop gehad die in grote getalen bevolkt was. En de titel was: hoe krijg je meer leads? Nu, als ik dat mag geloven van de reacties, was dat eigenlijk heel goed. Maar wat neem jij daarvan mee, Greet? Ja, dus wat daar leuk was aan de workshop, de mini-workshop, was dat waarschijnlijk de mensen voornamelijk dachten: ah, we gaan hier een aantal concrete tips krijgen. Hoe kunnen we meer leads binnenhalen? Met andere woorden, mogelijk zullen we te horen krijgen wat we online op social media allemaal kunnen doen. Hoe dat we silver bullet. Ja, daarom niet silver bullet, maar een aantal concrete tips van doe dit, doe dat op het vlak van bijvoorbeeld online marketing om meer leads te krijgen of ga netwerken enzovoort. En dat is minder de insteek die wij hadden en het is zeker niet wat het geworden is. Dus wat ik meegekregen of onthouden heb van die sessie was dat wij inderdaad een aantal een aantal praktische modellen hebben uitgelegd, zoals de Customer Journey en de Know-Like-Trust. Maar dat we dan sterk gaan inzetten op wat wij vooral belangrijk vinden in het hele marketing, sales en leads verhaal. Namelijk dat het veel meer gaat over uzelf zijn, authentiek zijn en de intentie zetten en uw mindset. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste elementen. En zijn we minder ingegaan op die concrete tips, die natuurlijk ook wel interessant zijn, maar als de fundamenten niet goed zitten, en dat is wat wij de fundamenten noemen, zijn. Zorg dat je zelf kunt zijn, dat je zelf laat zien, dat je zelf laat horen, zoals je bent. Zorg dat je intentie zuiver is als je iets naar buiten brengt of als je iets aan marketing of branding acties doet. En werk aan je mindset uiteraard, hè, dat je niet te veel in die schaarste valt of in die angst valt om gezien te worden, gehoord te worden. Als die fundamenten, die vragen meer aandacht. Als die niet goed zitten, dan mocht jij nog 500 postjes gaan plaatsen op social media. Dan gaat de mayonaise niet pakken, denk ik. En dus daar hebben we voornamelijk op ingezet. En dat werd wel gesmaakt inderdaad door de deelnemers. Uiteraard hebben we het ook wel over een aantal concrete zaken gehad, want dan hebben we een tour de table gedaan waarbij dat de mensen hun beste gouden tip konden geven. En wat dat ze nu direct als volgende stap in actie konden ondernemen. Hè? Maar dat is vooral dat was inderdaad, ja. Ja, dat is hetgene dat ik eigenlijk vooral meegenomen heb, is die modellen. De meeste mensen hebben er al van gehoord, die weten ongeveer wel hoe dat het theoretisch mentaal werkt, maar ze doen het niet. Ze doen het niet, ze passen het niet toe. En ik merkte daar inderdaad bij een aantal deelnemers, deelnemsters, die inderdaad opeens beseften van ja, bon, die why, die intentie, wat zit er daarachter? En heel belangrijk, en dat zag ik ook op de Instagram gisteren passeren, waarvoor ik heel dankbaar ben, is dat we letterlijk een aantal mensen een figuurlijke kick in de butt of een schop onder de kont, zij noemden het dan een gat, hebben gegeven om een bepaalde volgende stap te zetten. Want vaak hoor je dan in die verhalen een bepaald excuus om dingen niet te doen, een bepaald uitstelgedrag. En door een of andere reden, door samen te zijn en die volgende stap te benoemen en daarop in te gaan, merkte je van, bon, nu ga ik effectief die stap zetten. En een van die gasten dus had dan op een keer al heel lang het idee van, ah, de podcast. En dan op een keer zei iemand anders, ja, ik heb je dat ook al gezegd dat je dat moet doen. En toen was het van, oké, nu ga ik het effectief doen. En ik vind dat zo mooi om te zien als dan die mensen geïnspireerd zijn, waarbij dat letterlijk, ja, dat die klik aangaat en dat ze het effectief in actie treden. Want het is mooi, die modellen, de Know-Like-Trust en de Customer Journey, maar je moet het ook nog wel doen, hè. Absoluut, hè. Maar het is beide, hè. Dus, want ik kom ook heel veel mensen tegen die het wel doen, maar die het niet doen vanuit de juiste intentie. En niet dat ze een verkeerde intentie hebben, maar daar niet echt bij stilstaan. Of die niet geheel authentiek in hun marketing en branding staan. En dan lukt dat ook, hè, maar dan is dat gewoon veel meer pushen en trekken en sleuren, en dat vraagt veel meer energie. Dus het is een dubbele, inderdaad. We hebben een aantal mensen die al lang met een idee zat, bijvoorbeeld om te podcasten, hebben inderdaad blijkbaar, dankzij de vibe die er in de groep was, kunnen aanzetten tot actie. En die heeft nu goesting gekregen. We zullen zien of dat ze inderdaad tot actie is overgegaan. Maar actie is één ding. Het moet wel de juiste actie zijn, bij wijze van spreken. En de juiste actie, daar kunnen we dan inderdaad zeggen van ja, zorg dat je de goede dingen doet, maar zorg ook dat je ze goed doet. Hè? Efficiëntie versus effectiviteit. En bij ons, en dat is wat dat voor mij dan toch wel heel erg belangrijk is en wat het zo anders maakt dan aan deze workshop versus de typische webinars over hoe krijg ik meer leads, is dat we daar zo sterk zijn op ingegaan. Onder andere dus dat stuk mindset zoals ik benoemde, als mensen niet durven of toch niet in actie overgaan enzovoort, dan heeft dat heel vaak te maken, zo niet altijd, met die mindset. Hè? De meeste mensen weten wel wat dat ze moeten doen en hoe dat ze het moeten doen. Maar ze doen het niet. En dat is omdat er iets hen tegenhoudt. Ja. En dat is die mindset waar dat we dan dienen aan te werken. En dat is wel het toffe als je bijvoorbeeld met zo'n vibe, met een groep zit waar dat de vibe dan goed zit. Dan worden ze een beetje aangespoord om yes, okay, I can do this, let's do this. En het hoeft niet van het eerste moment perfect te zijn als je maar stappen zet. Hè. Ja, die mindset is vooral, denk ik, schaarsheid en money mindset, waarbij dat je denkt, en soms is dat heel onbewust, hè. Je dient daar wel de stil te staan, en dat een heel belangrijke is, om een bepaald bewustzijn te kunnen creëren en te zien van, ik zit hier nog met die beperkende overtuiging. Vaak is dat ook iets dat je niet zelf had kunnen ontdekken, maar het is door in gesprek te gaan met iemand anders die je bepaalde uitdagende vragen stelt of die iets zegt waarbij dat je getriggerd wordt. En dat je bij jezelf gaat nagaan van oké, ik heb daar een bepaalde beperkende overtuiging. Als je bijvoorbeeld, hoe krijg je meer leads? Als je natuurlijk overtuigd bent dat je niet veel leads verdient, dat kan ook heel onbewust zijn, of dat er weinig mensen zitten op jou te wachten, of omdat de concurrent dat veel beter doet of zo. Ja, dan sta je letterlijk jezelf in de weg natuurlijk. En als je dan continu in de actie zit, ja, dan ben je letterlijk dat ratje of dat hamstertje in dat wiel die zo aan het lopen is. Maar je bent daar totaal niet van bewust. En ja, aan de resultaten, zoals hij ook terecht zegt, gaat dat een hele grinding, hustling, pushy manier zijn. En ga je, denk ik, ook in die end gefrustreerd zijn en je ook niet meer genieten van de reis. Want er is nooit een punt dat je gaat bereiken dat je denkt van, het is nu genoeg natuurlijk. En dat merkte ik woensdag ook weer, dat die scarcity, dat is zelf een dat ik ook een lange tijd niet van bewust was, eerlijk gezegd. En het is één dat ik nog elke dag dien bewust van te zijn, want het is zo makkelijk om te denken van, ja man, die, daar, dit, dat gaat beter, want ik weet niet of dat bij jou aanvoelt, maar voor mij voelt het echt aan dat de buitenwereld, zal ik ze maar noemen, aan een snelheid evolueert dat het quasi onmogelijk is om mee te kunnen. Er is altijd wel een nieuw soort technologie of een nieuwe manier of een, ik weet het niet, of bijvoorbeeld ook het feit dat er nu heel veel van bepaalde diensten zijn en dat je online is, dus dat het ook al niet meer zo makkelijk is om tussen haakjes eruit te springen. Dat is natuurlijk super makkelijk als je jezelf bent, want de meeste mensen zijn uniek, zijn maar bijna allemaal. En dat is voor mij. Iedereen is uniek, hè? Ja, dus tuurlijk, of course. Maar jij zegt ja, er zijn vooral twee mindset issues, en schaarste en money mindset. Die zijn dat woensdag zag, hè? Oké. Want wat een van de belangrijkste daarnaast is, en ik denk dat die dan op nummer 1 staat. Toch als we het hier over leads hebben en branding en marketing, want daar ging het over, dat is de angst om gezien te worden. Hè? Ja. Dus en om belachelijk gemaakt te worden, dat mensen gaan zeggen het was slecht om te falen, om ergens een podcast op te nemen die op niks aan trekt enzovoort. Dus durven... voor mij is die nog veel belangrijker. Allee, pas op, hè, schaarste die, en money mindset, die zijn ook duidelijk zeer belangrijk. Maar ik had niet het gevoel, eerlijk gezegd, dat woensdag de belangrijkste waren. De belangrijkste, denk ik, was een beetje dat stukje perfectionisme. Ja. En het durven inderdaad... want dat vraagt natuurlijk wel een bepaald lef en moed om uw eerste podcast op te nemen, hè, of een eerste video op te nemen. En vandaar dat we ook zeiden van, kijk, je moet niet direct met de grote trom starten. Je kunt ook iets kleins doen, zoals een quote delen waar dat je dan een keer je mening over gaat zeggen, geschreven. Dus het hoeven niet allemaal van die grote acties te zijn. Dus durven naar buiten te komen zoals je zei, durven te laten horen en te laten zien, is een belangrijke boodschap. Ik had dat zelf toen ik startte, ik kreeg dat ook enorm hoor, maar ik was me daar niet van bewust. Het is altijd makkelijk om een post te maken over een product of dienst dat je kent, maar dan als je dat over je eigen ding dient te doen... Ik weet nog heel ten eerste een Instagram-post. Het is makkelijk om een quote te delen, maar voordat je een eigen mening en je eigen post, dat je eigen ziel daarin te leggen, daar had ik wel een bepaalde schroom over. En dan natuurlijk die eerste video en de eerste podcast. En ik had toevallig een hele goede vriend, en I love him to death, maar hij zei verleden week, maar ik luister niet naar je ochtendshows en ik luister ook naar je podcast. Moet je vooral niet doen, hè. Ik bedoel, het is ook een ondernemer, maar goed, ik doe het ook niet voor hem. Snap je? Ik bedoel, en we agree that we disagree, en dat is voor mij fijn. Maar dat mag je niet laten door tegenhouden, door die opinies van je omgeving, eerlijk gezegd. Want die gaan meestal ook niet kopen, dus hou je dat dan ook niet mee bezig. En dat klopt wel, dat inderdaad wel een themaatje is. Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste thema's is, eerlijk gezegd. In het marketing-branding-verhaal, in het ondernemerschap zitten er een gasten op anderen. Hè? Dus ik zie dat heel veel. En je kunt klein beginnen, hè? Dus, maar... Je moet dus niks natuurlijk, maar ik zou toch wel aanraden om te beginnen. Want als jij als ondernemer, vooral als je jezelf verkoopt, en we verkopen altijd onszelf, maar goed, vooral als je je diensten verkoopt als bijvoorbeeld als consultant of als trainer of als coach, dan kopen mensen echt jou. Hè? Ze kopen dat bijna altijd, maar zeker daar, omdat jij dan samen met hen gaat werken in person. Of ze gaan van u een online training kopen, waar dat ze de hele tijd uw kopje zien of uw stem gaan horen. Dus daar kopen ze echt jou. Als je wilt dat ze jou kopen, ja, dan moeten ze wel kennis kunnen maken met wie dat jij bent. Anders gaat het heel erg moeilijk worden. En als jij dan iemand bent die nooit buiten komt, nooit een eigen visie of mening heeft, maar gewoon blauw-blauw, wat blijft een beetje een grijze muis, het blijft zonder een opinie, die dan maar gewoon in het wilde weg wat quotejes zit te versturen, of de vraag van de week, de opdracht van de week, ik zeg maar wat, zonder daar dan op in te gaan en zonder daar dan zelf invulling aan te geven, ja, dan valde misschien wel ergens op, maar dan hadden niet echt... door wie dat jij bent. Je tribe aantrekken, ja, dat klopt inderdaad. Ja, en dat is... Dus voilà, bij deze zou ik willen zeggen aan de mensen die luisteren of kijken, durf jezelf te laten horen, laten zien. Zorg dat je een visie hebt, dat je ergens een mening over hebt en durf daarmee naar buiten te komen. Niet wachten, gewoon doen. De eerste podcast of video of zelfs post zal misschien niet perfect zijn, maar dat is oké. Al gaande worden we beter en beter en op die manier zullen we wel veel meer leads aantrekken. Ja, en als je natuurlijk nog meer wilt leren over de verkoop, dan kan je natuurlijk altijd onze training psgrowth.com/soul. Ja, is het zo? Nee, dat is de webinar, denk ik. Dat is de webinar, inderdaad. Ja. Slash wat? psgrowth/nog iets. Altijd de link zetten. We zullen de link erbij zetten. Moet kunnen. Dat is authentiek. Voilà, ja, dat moet kunnen. Hè. De perfectie bestaat niet, wat zeiden wij net. Alright, goed. Lieve mensen, vind je het leuk? Geef ons een duimpje, abonneer op de kanalen, deel met de mensen die er gebaat kunnen bij zijn. En wij hopen jou minstens volgende week terug te zien op de Morning Show. Bye bye. Tada.